Eerst hebben we Suzanne Oxenaar en vervolgens Marianne van Tilburg, Igor Zerhof en Thorwald Vos. Ik zou het fijn vinden als jullie misschien eventjes heel kort toe kunnen lichten waar de mensen jullie van zouden kunnen kennen. Suzanne, ik begin bij jou. Ik ben Suzanne Oxenaar, artistiek directeur van het Lloyd Hotel en culturele ambassade, ook oprichter daarvan. En daarnaast ben ik jarenlang adviseur geweest, intern adviseur van SCORE, Stichting Kunst in Openbare Ruimte. En ik heb daarvoor heel veel verschillende beeldende kunstprojecten geïnitieerd. In psychiatrische inrichtingen, gevangenissen, demente bejaardentehuizen, maar ook als adviseur van de stad Almere. En op dit ogenblik ben ik ook nog curator van het vijfde seizoen. En dat is een artist in residence in een psychiatrische inrichting in Den Dolder. Dankjewel. Marianne? Ik ben galeriehouder in Amsterdam. Ons programma is behoorlijk veelzijdig en global. Dat wil zeggen dat we kunstenaars hebben uit alle windstreken. We verkopen geen schilderijtjes voor bovenbank, maar we willen altijd de discussie aangaan in de galerie over de beeldende kunst, maar ook over de verantwoordelijkheid van de kunstenaar ten aanzien van de maatschappij. Dankjewel. Igor? Hij is goed. Nou, dankjewel dan. Heel goed. Even kijken. Nou, ik probeer dus tijdmachine voor elkaar te krijgen, te maken. En te maken, hoe maak je een tijdmachine? Ik denk in de eerste instantie aan een formule, wiskundige formule. En als die formule één keer goed klopt, dan kan je bijvoorbeeld ook met de computer gaan experimenteren. Misschien krijg je ook kunstmatige intelligentie voor elkaar. En daarna kan je ook op een later tijdstip ook daadwerkelijke tijdreizen verrichten, hoop ik. Maar ik denk dat het wel ook gaat lukken. Voor mensen gewoon om zoiets te maken. En nou, daarom. Dankjewel. En Thorwald? Jullie zien hem niet, maar hij zit daar. Je moet eigenlijk naar voren, Thor. Hallo. Ik ben Chef Kroket, Chef Thor en Thorwald Vos. Ik heb ooit samen met Suzanne hier een subclub opgezet. En bedacht. En ik zit nu in de vegetarische bitterballen, dus ik probeer een soort. Ik heb nu 6 verschillende soorten vegetarische bitterballen. En, ze worden in de fabriek gemaakt en we gaan nu de wereld veroveren met die bitterballen. En dan met dat geld dat ik daarmee verdien, een paar miljard, ga ik de wereld rond met een caravan of love. Het is een mobiel restaurant waar de subclub ooit voor opgezet is. Dus om de wereld rond te reizen met een mobiel restaurant. En mensen gewoon een beetje bewust te laten worden van hoe het leven echt in elkaar steekt. Dankjewel. Nou ja, McDonald's. McDonald's. Is ook zo begonnen. Goed, we zijn hier dus bij elkaar gekomen om een paneldiscussie te hebben over het werk van Ray en de term paniek of geen paniek. Ray heeft er zelf over gezegd, over zijn werk, dat zijn taak eigenlijk is om mensen uit te dagen op een andere manier naar hun eigen mogelijkheden te kijken en hoe de realiteit vormgegeven kan worden. En volgens hem is de realiteit niets anders dan een assemblage van concepten. Dat leek mij een hele goede insteek om te beginnen. Ik vroeg me af, misschien kan ik eerst het woord geven aan Marianne. Je kijkt me zo leuk aan, dus ik dacht ik begin bij jou. Het gaat heel erg over de realiteit, maar wat zou nou blijken als die realiteit niet bestaat? Als dat zelfs een soort holografische projectie is. Heb je daar gedachten over op dit moment? Ik denk dat de realiteit heel veelzijdig is, want iedereen heeft zo zijn eigen realiteit. Dus dat ligt aan je. Dat is altijd gekoppeld, denk ik, met een droom. Wat is realiteit? Dat vind ik ook
niet echt helemaal duidelijk wat dat is. Bepaalde dingen zijn natuurlijk wel duidelijk. Er is duidelijk dat er ergens een oorlog is. Er is duidelijk dat er mensen honger lijden. Dat zijn realiteiten die aantoonbaar zijn. Maar verder is het vaak, of er zijn wel meer realiteiten natuurlijk, maar heel veel realiteit van een individu, dat is toch gekoppeld aan een persoonlijk leven of een kijk hoe je met jezelf daarin staat. Dus dat een persoonlijke projectie misschien? Ja. Misschien kan Igor daar wat over vertellen. Hij vertelde me er net al wat over, maar misschien is het leuk als dat ook gedeeld wordt met de rest. Dankjewel. Eerst dacht ik aan, toen ik het laatst die zin van Ray, toen dacht ik, oké, realiteit is assemblage van concepten, maar je kan ook zeggen, concept is een assemblage van realiteiten, of iets dergelijks. Dus die drie woorden kan je in een willekeurige volgorde gebruiken, en dat blijft min of meer kloppen, dus zo'n zin. Dus het heeft te maken met wat je noemt inderdaad realiteit, wat is er dan? Kijk, heb dus je filosofie, heb je idealisme, materialisme en dit soort zaken. En dus dan op een gegeven moment kan je misschien ook een term realiteit introduceren. Heb je ook objectieve idealisme, subjectieve idealisme. Nou, hoe zit het allemaal met elkaar? Nou, wij hebben op school in Rusland geleerd Karl Marx, hij was een Duitser. Dus objectieve materialisme. Nou, dat klopt een beetje met naturalistische Griekse denken in zekere zin. Dus het is kan zelfs een scheppingsverhaal eraan koppelen. En een evolutietheorie, dat is dus, kijk, één realiteit bijvoorbeeld, is echt één universum. Één grote universum, waarvan wij allemaal onderdelen zijn, zou ik kunnen zeggen. He, dus we hebben ook een verbanden met elkaar. Nou goed, dan is het interessant om te denken bijvoorbeeld of deze, of het universum een wetmatig verschijnsel is, wetmatig. In de zin van, waarom is het interessant? Waarom is het interessant? Omdat als je assemblage gaat doen van concepten, dan de vraag is, wat doet het universum en wat doe je zelf met je eigen realiteit? In andere woorden, heb ik vrije wil of heb ik het niet? Is het allemaal voorbestemd? Ja. Nou, als ik dus vrije wil heb, dan denk ik, dan er is geen wetmatigheid, anders is het niet helemaal vrij. Dus er wordt geroepen vrijheid, weet ik wat, van mening, maar van de andere kant, er wordt me wel verteld hoe ik moet denken. Door wie? Door de maatschappij, maar ook misschien door het universum, omdat ik krijg allemaal gedachten, en naarmate het steeds verder gaat met het denken over hoe zit het universum in elkaar, hoe in mijn geval duidelijk voor mij wordt, dat er is dus wetmatigheid die alles bepaalt en mijn gevoel van vrije wil is niks anders dan alleen maar een door deze wetmatigheid gegeven gevoel. Zo, in andere woorden, ik ben dus een robot en dat is mijn realiteit. Dankjewel, Igor. En nu is het voldoende. Ja, dat is een heel duidelijk verhaal. Misschien zou Susanne daarop willen reageren. Denk je daar hetzelfde over? Dan pak ik even iets heel simpel op. Ben ik een robot? Daar eindig je echt. Je eindigt met ben ik een robot? Ja, ik ben heel eigenwijs wat dat betreft. Ik heb toch heel erg het gevoel van eigen wil. En kan niet, bestaat niet. Misschien een hele simpele uitspraak die ik ooit van Gerald van der Kaap, beeldkunstenaar, kreeg. En die toch een soort leidraad is. Dus dat betekent eigenlijk dat ik elke situatie naar mijn hand kan zetten. Ik ben hier niet aan het optreden, jullie zijn voor mij aan het optreden. Kijk maar. Zo is het gewoon. En nou, dat is denk ik mijn antwoord. Dankjewel. En misschien heeft Thor hier nog wat over te zeggen. Ik denk het wel. Voor mij is er maar één realiteit en dat is de politie. Grapje. Er is maar één realiteit en dat is dat je doodgaat, wat mij betreft. Oké. Okay. Dus één ding zeker in het leven is dat je hartstikke doodgaat. Maar je lichaam sterft en je ziel gaat verder. Is er een ziel? Ach, de vraag uit het publiek, sorry. Wat zei je? Is er een ziel? Is er een ziel? En hoe er is een ziel. En hoe definieert u die ziel dan? Ten opzichte en in die realiteit waarin u Een totale constante.
iets wat heel erg muurvast ergens is. Een universele wereldziel. Een universele ziel. Ik denk dat ieder mens een eigen ziel heeft. En op het moment dat je lichaam sterft, dat je ziel dan overgaat naar een universele ziel, inderdaad. En betekent dat dan dat we helemaal alleen zijn als individu? Of juist dat we deel uitmaken van een heel groot geheel? We maken deel uit van het geheel. Ja. Okay. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Als hier een klein vlindertje fladdert met zijn vleugels, dan merk je dat in Nepal, bij wijze van spreken. Zo fijnzinnig. Zo fijn is het leven met elkaar verbonden. Is het dan ook altijd evenwicht? De wereld is in totaal perfectie. Het universum is totaal perfectie. Je hoeft er niks aan te doen. Je hoeft niks aan te doen. Alles gaat vanzelf. Je hebt geen vrije wil. Je hebt geen vrije keus. Alles is bepaald. Oké, misschien wil Marianne daar op reageren. Is dat zo? Nou ja, misschien wat Cor zegt. Dat is zijn realiteit. Het lijkt wel een soort DNA-reactie. Hoe we allemaal in elkaar zitten. Het gaat richting religie eigenlijk. Dus ik weet niet of dat nou eigenlijk het thema is waar we het nu over moeten hebben. Dat is niet het thema. Maar ik geloof. Je bent vrij om te vertellen wat je. Ja, wat nee, je dat, nee, dat. Ik denk dat het niet in deze context trouwens past. Wel aan. Ik ben het met Suzanne eens wat ze zegt dat je toch dingen naar je hand moet willen zetten. Hè? Dus je eigen realiteit vormgeven, laat ik het zo zeggen. En is dat dan religie? Is mijn vraag geen Nee, het was meer de. Dat was meer Thor zijn standpunt. Dat is haast richting religie. Een soort totale overgave. Ja. Ja, dat klinkt wel een beetje als religie, toch? Ben je het daarmee eens? Of geen commentaar? Ik weet het even niet. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Nou, dan geef ik nu graag het woord aan Suzanne. Maar nee, maar goed, dat is misschien mijn beeld van religie. Dat veronderstelt toch een visie en een constructie van waaruit je kijkt naar een mogelijke toekomst na, laat ik even op Thor aansluiten, je fysieke dood. Dan wel een structuurmethode die je elke dag gebruikt om eigenlijk je blik aan te sturen. En beide zijn mij onbekend. En ik denk ook dat dat helemaal niet noodzakelijkerwijs behoort bij de gedachtegang dat naar je lichaam je ziel er toch nog is. Of dat nou direct met religie te maken heeft, dat vind ik dan weer zo'n. Zonder dat ik dat absoluut denigrerend bedoel, maar dat je daar dan eigenlijk weer zo'n vorm aan geeft meteen. Ja, Igor, misschien kun jij hier iets over zeggen? Ik heb bijvoorbeeld het volgende. Ook ik denk bijvoorbeeld, ik zet het naar mijn hart. Is dat goed Nederlands? Ja. Ik kan bijvoorbeeld opstaan. Nou, waarom? Omdat ik het wil, zou ik kunnen zeggen. Ik kan harder praten, zachtjes praten. En de vraag of het vrije wil is, of het is voorbestemd, blijft open. Kijk, als het mijn illusie is, dat ik, omdat ik het wil, harder ga praten. En ik heb geen instrument om te bepalen dat het mijn vrije wil is. Ik heb wel een gevoel, omdat ik ben ook zo opgevoed. Ik was vroeger genoemd normaal als kind. Ik ben opgevoed met het besef van vrije wil. Wij zijn allemaal meester. Maar wat ik heb ook gelezen, bijvoorbeeld, dat een paar honderd jaar geleden vrijwel alle mensen dachten anders. Wij dachten dat het was dus geen vrije wil wereld waarin wij leven. Het was dus allemaal voorbestemd. Dan koppelen we misschien religie, God aan dit verhaal.
En dat was een hele normale gegeven. Later kwamen allemaal bevrijders. Zij wisten allemaal beter. Ze zeiden, nou, ik heb wel een vrije wil. En ik kan nu ook vrouwen bevrijden. Ik kan lekkere revolutie maken. Omdat wij worden allemaal vrij. En wat gebeurt er dan? Nou, okay. Je zou kunnen denken dat het vanuit een vrije wil komt. Maar je zou ook kunnen denken dat zelfs daar ook voor bestemd is. En dan klopt ook het verhaal van Karl Marx. Die zegt, historische materialisme. Zou kunnen. Waarin dus al die individuen, zij zitten daarin. En zij zijn onderdeel daarvan. En misschien ook na de dood gaat die ziel ook nog verder, wat het ook is, die ziel. Misschien is het ook het gevoel ik, wat ik nu heb, door het hele leven. Dus ik heb het gevoel dat ik ben ik. Waardoor wordt zo'n concept of gevoel bepaald door... Waardoor wordt het bepaald het gevoel ik, dat ik steeds voel dat ik ben mezelf. Omdat ik elke ochtend wakker word en dan zie ik min of meer dezelfde dingen rondom me en verandert iets, maar ik heb dat. Op een of andere manier misschien het gevoel ik is gegeven voor je leven. Je wordt op een gegeven moment geboren en daarmee ga je en dan kan je praten over jezelf. Dat sluit niet uit dat alles is voor bepaald. En iedereen dan in die grote universum heeft zijn individueel gevoel van ik. Nou, en als overlijdt, dan gebeurt er ook nog iets anders met die ik. Misschien wordt het iemand anders. Of zonder ik. Of stenen misschien hebben ook ik. En planten hebben misschien ook ik. Alleen maar wij weten niets daarvan. Misschien alles wat er dus benoembaar is, elk concept heeft een gevoel van ik. Maar ik wil hier even op reageren, want wat nou als zou blijken dat de mens eigenlijk de enige is die denkt over dat ik? Want je gaf net een voorbeeld van misschien heeft een steen ook wel een ik, of een plant, of een boom. Ik kan alleen maar over mensen praten, omdat ik dan zelf een mens, tenminste. Ik kan dit niet weten, ik kan vooral maar niet wat zeggen. Dat zijn andere persoon. We hebben zo ruimte om vragen uit het publiek te beantwoorden. En ik was wel benieuwd naar wat Marianne daarvan vindt. Ja, dat ligt wel in het verlengde. Ja, het wordt wel heel filosofisch. Ja, het wordt inderdaad heel erg filosofisch. In het verlengde van wat of wie ligt dat dan? Van het ik. Wat? In het verlengde, je zegt dat ligt in het verlengde, maar in het verlengde waarvan? Of van wie? He? Of van welke uitspraak die je net gehoord hebt? In welke verlengde ligt dat dan? We hadden het net over dat dus, dat wij als mensen denken over de ik, maar Igor geeft net aan, nee, misschien denkt de steen ook wel dat hij ja, een dat zullen we ook nooit kunnen meten natuurlijk. Nee, nou dat is een goed punt. Dus kunnen we dat zeggen. Nee, maar dat en volgens nutteloos. Mij is dat wat Marianne bedoelde. Ja, toch? Ja. En dat is ook echt menselijk om over iets nutteloos te denken. Ja, inderdaad. Nou ja, wie weet misschien. Ah, nee, maar dat menselijke, dat ga ik toch even terug, ietsje weg van het filosofische en ietsje terug naar de kunst. De kunst wordt natuurlijk, en zeker op dit moment, zeer als nutteloos beschouwd. Als hobbyisme, naar die term wil ik niet eens gebruiken. Terwijl ik dus juist denk dat dat nutteloze, of zoals mijn vroegere compagnon Guido Stoop altijd zei, lege uren, daar moet je eigenlijk helemaal niet bang voor zijn. Die lege uren, daar moet je in gaan zitten en die leegte, en dat gebeurde ook altijd, die nutteloze uren, daar ontstaat dan ineens iets. En dat iets is misschien heel nutteloos. En toch denk ik dat... Jullie staan hier toch allemaal maar weer. Let's face it. En waarom staan we hier? Ja, wat hangt daar nou aan de muur? Totaal nutteloos. Ray, totaal nutteloos wat je hier aan de muur hebt gehangen en neergezet. En, maar, weet je? We zitten hier toch met z'n allen. Dat is toch een nut op zichzelf? Is dat zo? En dat is voor kunst altijd zo geweest. Het is om ons het leven te verfraaien, om onze status te geven, om ons troost te geven. We hebben altijd dingen ontworpen. En alles is in principe een design. En kunst is iets dat buiten het design van elke dag valt. En dat ons dan verheft of droevig maakt of iets anders in ieder geval buiten het normale brengt.
Maar meer of minder ook niet. Nee, maar dat wordt nu wel van ons afgenomen. Nou nee, dat gaat er vanuit de financiering daartoe wordt ons afgenomen. En dat is natuurlijk heel wat anders. Nou, hoe heet u meneer? Michel d'Oliveira. Oké, misschien moet u ook even plaatsnemen. Nee, nee, ja, nee. Dat is een stoel. Logica. Dat lijkt me heel erg. Gezellig. Nee, ik zit al. Oké, okay, hij zit al. Nou, goed. Ik weet zeker dat we zo nog even bij terug zullen komen. Ja, wat Suzanne net aangeeft, dat is natuurlijk heel goed, hè? Even terug naar de realiteit, even naar de kunst en wat minder naar het filosofische. Ondanks dat in het geval van Ray dat heel erg bij elkaar, of heel erg nauw verweven is met elkaar. Maar bij mij ook hoor. Ja, ja, ja. Die realiteit is namelijk ook heel filosofisch. Nou, dat denk ik ook. Ja, dat klopt inderdaad. Misschien wil Marianne daar nog wat over kwijt. Ja, ik ben altijd blij als ik nutteloze uren heb en is je hoofd kan laten gaan. En dat zie je ook bij de kunstenaars, waardoor ze dus een positie krijgen om ons ook wakker te schudden, want wij nemen daar de tijd niet meer voor, om dingen aan de orde te stellen of wat wel... aan het broeden is, maar waar we de tijd niet meer voor nemen. Dus, want alles is tegenwoordig erg gehaast en we zitten zo vol met informatie dat we kunstenaars proberen juist dat gat te vinden om ons op een andere manier naar de realiteit te laten kijken. Dus dat vind ik wel belangrijk. Misschien mag ik doorvragen om daar op te reageren? Nee. Ik serveerde altijd gerechten op een bord en dan op een gegeven moment draaide ik gewoon het bord om en dan serveerde ik het gerecht op de omgekeerde bord. Dus op die manier laat je gewoon zien dat je iets, wat Marianne nu net zegt. Ja. Laat gewoon zien dat alles anders kan en je doorbreekt het geconditioneerde denken. Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie conclusie. Ik vroeg me af, ik had het eerder over, of de titel van deze tentoonstelling is Geen Paniek, die overigens nog opgevolgd wordt door een tentoonstelling Wij zijn samen. Paniek heeft iets onrust met zich meebrengend. Wij zijn samen klinkt heel erg geruststellend eigenlijk. Ik vroeg me af of jullie misschien kort konden zeggen... geen paniek of juist wel paniek? Suzanne? Nou, toen ik de titel van de tentoonstelling hoorde, moest ik denken aan een scherf die ik ooit gekregen heb van Koos Dalstra, de kunstenaar en performer. Dan heb je dus een, daar staat op geen paniek, een stuk glas zeg maar in je hand. Ja, ik vind paniek ook ontzettend leuk. Ik bedoel, het een niet zonder het ander. Dus aan de ene kant ben ik helemaal van de geen paniek. Maar ja, alleen maar omdat er ook paniek is. Dus het is natuurlijk vreselijk wat er nu allemaal gebeurt. Ik bedoel niet alleen in de kunst, maar überhaupt. Maar aan de andere kant, blijkbaar hebben wij daar ook een verlangen naar. En hebben we ook die contramine en die paniek. En zelfs die angst, die hebben we gewoon nodig om weer vorm te kunnen gaan geven. Dus ik zou wel eens willen dat het allemaal nog ietsje pittiger was. Ietsje paniekeriger, zodat we ook weer wat minder paniek hebben. Dankjewel Suzanne. Misschien mag ik het nu aan Igor vragen? Wel of geen paniek? Ja, als het wel wordt, heb ik dan altijd zoiets. Kijk, als ik paniekerig moet worden, dan heb ik geen andere keuze. Dan zie ik voor me ook een situatie vol paniek. Maar als het even rustig is, zoals bijvoorbeeld nieuw, dan denk ik, nou, nu is het niet echt, nu heb je geen paniek ook nodig. Dus, dat is misschien wat ik kan zeggen in contact. Dankjewel. Maria? Ja, paniek kan heel creatief zijn, inderdaad. En het werd natuurlijk eerst tijd om... En met z'n allen molliger te worden, want natuurlijk zullen we er al een hele tijd het een en ander.
Dus het geeft ook weer lucht en het maakt het ook weer creatiever. Dus op zich, behalve moet je daar niet in blijven zitten, het moet geen negatieve paniek zijn. Want daar kan je niks mee. Dus je kan paniek op een andere manier gebruiken om tot iets positiefs te komen. Dankjewel. En Thor, wat vind jij daarvan? Ben je wel of niet in paniek? Chill, dan ben ik. Niet dus. Oké. Nou, ik hoor vanuit die hoeken allemaal weer opmerkingen komen. Ik denk dat het tijd is voor vragen uit het publiek. Ja, nou, de god van en paniek. En dat die heeft ook iets te maken met drank. En ik ging met een glas water. Oké. Maar misschien heeft u ook nog een vraag aan de panel. Oh, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Iemand anders? Geen paniek, dan ben ik. Zullen we even wachten tot hij zijn drankje heeft? Nou, misschien zijn we al. Ja, ik vroeg het al, maar... Niemand anders een vraag? Ja. Maar het wacht is op u? Nee, ik heb u toch niet allemaal in paniek gebracht. Nee, ik dacht misschien heeft u nog een vraag aan het panel. Nee? Nou, misschien kan ik nog iets vertellen. Ik moest, toen ik hier naartoe ging, zat ik te denken van, nou, waar ga je het over hebben? En toen moest ik aan een kunstwerk denken van Mariska Voskamp. En die heeft een tijdje in die Artist in Residence in die psychiatrische inrichting in Den Dolder rondgefietst. En je moet je voorstellen, er zijn daar heel veel verschillende soorten psychiatrische patiënten. Ja, precies dagen. Precies dagen. Nou, dat is dat kan een heel zwaar en pijnlijk en moeilijk leven zijn, soms. Maar wat voor kunstwerk is daar nou uit voortgekomen? En zij heeft eigenlijk een enorm mooi, bijna immaterieel werk gemaakt, wat voor mij heel erg gaat ook over die paniek. Zij heeft de patiënten met name daar, maar ook de therapeuten gevraagd van, nou, ik geef jullie een plastic zakje en blaas alsjeblieft je adem in dat plastic zakje. En wat er dan eigenlijk gebeurt, waar het voor haar vandaan kwam, was dat datgene wat in je zit, die angst, die paniek, of die blijdschap of die niet-paniek, whatever it is, die blaas je in dat zakje en vervolgens heeft ze de mensen gevraagd om die zakjes dicht te knopen. En van al die zakjes samen heeft ze een hele grote wolk gemaakt en het is echt een hele grote wolk geworden. En dan zie je eigenlijk een hele ja, bijna te simpele, zou je kunnen zeggen, zo simpel als een plastic zakje volblazen. Vertaling of vormgeving, voor zover dat überhaupt kan, van paniek en geen paniek. Dus dat is misschien mooi om jullie even als beeld mee te geven. Ja, dat klinkt inderdaad als een prachtig beeld. Dankjewel daarvoor, Suzanne. Ik weet niet of... Zijn er echt geen vragen? Meneer, u heeft uw wijntje inmiddels? Jazeker. Ik vraag me af of je door het blazen in een plastic zakje kennis kan van u geven of je als psychiatrisch patiënt of je nou wel of niet in paniek bent. Nee, maar dat was ook niet de bedoeling. Ik zei ook... Nee, maar het geeft u het beeld, hè, want die paniek natuurlijk is natuurlijk... Is altijd nee, wel of perceptie. Niet in paniek. Het kan bij, het maakt eigenlijk niet uit. Dat wilde ik eigenlijk nee, zeggen. Nee, dat maakt het ook niet uit. Maar dat is een van de meest, laten we zeggen, misschien simpele of meest gevisualiseerde manieren, ja, om iets wat in je zit ook visueel van buiten te maken, namelijk je adem, je lucht, die adem je uit en die blaas je, daardoor ontstaat een volume. Ja, en dat is een plastic zakje. Wat u ziet is een plastic zakje en dat zie ik niet. Ik zie lucht vastgebonden in een plastic zakje. U ziet een plastic zakje, de opgeblazen plastic zakje en u vermoedt dat daar lucht in zit. Oh, ja, oké. Okay. Vol paniek. Het lucht is vol paniek die daar zit. Dat zou kunnen. Of iets anders, wat je ook hebt uitgebouwd. Dus al die gevoelens, die plaats je uit en die zijn nu buiten geplaatst. Het is een schepsel. Aanwijsbaar. Ja. En die heb je ook niet, omdat je hebt weggegeven. Dus als je iets kwijt bent, dan blaas je dat gewoon uit. En dan ben je een nieuw mens. Nou, ongeveer. Maar je voelt je beter. Omdat je blaast uit wat je niet wilt. Dus je wilt afstand nemen van dat. En dat doe je ook door het uit.
Je blaast altijd aan. Je kan ook een ziekte uitblazen, dan ben je wel gezond. Ja. Ja, kan dat? Ja, zo draag je het voor. Als je oefent, misschien wel. Ik ben nog nooit naar een psychiatrische kliniek geweest, dus ik heb het nog niet geoefend met die zakjes. Maar ik vind het wel leuk. Misschien ga ik s'avonds even zakjes invullen. Of niet. Ik ben nu niet echt in paniek. Dus, maar ik ben niet ook echt gelukkig met mezelf. Dus moet ik dan iets uitblazen? Ik weet het niet. Ja, dat is misschien de Heilige Geest. Ja. Amen. Er wordt gezegd, misschien de Heilige Geest. Ja. Kijk, dan wacht ik. Dus dat is die hoop. Dat Heilige Geest komt in je binnen in een zekere zin en dan voel je je beter. En dus dan, ik kan het niet voor elkaar krijgen. Ook als ik denk, nee, ik kan het. Ik ben sterk. Ik heb een weet ik wat, een sterke wil. En ik ga dat doen en dit doen. En daardoor word ik een beter mens. Ik kan ontspannen, dus ik zeg tegen mezelf, nou geen paniek, ik denk ik ben een robot, dus ik zie wat er gaat gebeuren. Dan wacht ik gewoon af. En dan word ik rustiger, omdat ik hoef niet te gaan inspannen. Mensen zeggen, robot zijn is saai zaak. Meestal wordt het zo gezegd, nee, ik wil geen robot zijn, omdat het is saai, alles is voorbepaald. Maar ik kan het ook anders zien, en dat is ook een thema voor vandaag, dat je probeert dingen anders te zien. Ik vind het juist hartstikke interessant, wat die formule van de wereld met mij gaat doen. Mijn leven is helemaal voorgeschreven. Alleen maar weet ik nog niet wat er gaat gebeuren. Wat gaat vanavond gebeuren? Wat gaat morgen gebeuren? Ik heb allemaal vermoedens. Omdat misschien is het ook wel een beetje door de formule bepaald. Dat ik kan een beetje vooruitkijken. En sommigen zeggen, wij gaan allemaal dood. Nou goed, dan gaan wij. Maar oké, kijk. Jezus Christus, die is ook... allemaal mooie woorden, wat met hem ook nog gebeurt. Hè? Al die feesten, Pinksteren en weet ik wat. Wat alles en nog wat met hem gebeurt. En mensen praten daarover, dus er zijn ook wonders. Dus het zou kunnen dat alles gaat zoals het gaat en dat vinden wij dat heel saai. Maar op een gegeven moment gebeuren gewoon wonderen. En dat zou leuk zijn als in onze wereld, waarin wij leven en we zeggen, nou het is zo, wij moeten paniekerig zijn of niet of dat. Maar als er bijvoorbeeld morgen of zo een echte wonder komt, dan zeg ik, jeetje peetje, dan worden wij misschien heel gelukkig en anders en dan belanden wij in een paradijs op die aarde. En dan misschien heb je ook geen oorlog en je kan teleporteren ergens naartoe. Of een tijdreisje maken, heb je ook geen energie nodig als dat werkt. En dus dan alle problemen zijn gewoon opgelost. En het is nog steeds die mooie aarde waar wij wonen en niks eraan. Kijk, als alle banken gaan dicht bijvoorbeeld. Als alle elektriciteitscentrale even stoppen voor een week als experiment. Het gaat toch niks gebeuren. Nou oké, in een ziekenhuis moet je misschien een speciale voorziening treffen. Maar voor de rest, nou wat ga je dan doen? Aardappelen eten misschien. Misschien ga je ook aardappelen plukken. Het is wel mooi. Fysieke werk. Vegetarische bitterballen van. Ja, we gaan allemaal vegetarische bitterballen eten. Ja, zoiets. Kijk, dan heb je vakantie. Iedereen is met vakantie. Ik heb een jaar in Gambia gewoond. En toen heel regelmatig viel alle stroom uit. Soms wel 2 weken lang. En toen was het leuk. Iedereen vrolijk. En hartstikke leuk. En zodra de stroom uitging, iedereen naar binnen televisie kijken. Zo saai. Ja. Zonder stroom veel leuker. Weer naar buiten. Praten, lol. Maak alles. Zodra de stroom aangaat, moet je maar in werk. En als het geen stroom is, dan heb je geen vervoer. Dus dan blijf je thuis. Nou, dat is gewoon vakantie. Weg met de stroom. Weg met de stroom. Weg met de fruit. Dat lijkt me een hele mooie conclusie eigenlijk. Ja, het hele concept geld moet wegvallen. Dan kan er iets gaan veranderen in de wereld. Precies, en dat is denk ik wat in Rusland hebben dus dan in de company niet gedaan. Ze hebben dus hun geld niet afgegeven. We hebben geen geld nodig, we moeten gewoon verantwoordelijk worden met z'n allen. En dat komt door onderwijs. De buschauffeur blijft gewoon bus rijden. Ja, precies. Geen salaris, maar s'avonds kan je lekker eten gratis. Nou, lekker naar de bioscoop gratis. Volgens mij was er een vraag. Hetzelfde systeem. Gewoon hetzelfde systeem zonder geld. Maar die bus rijdt ergens naartoe, maar niet om naar je werk te gaan dan? Nee, natuurlijk niet. Nou, tenzij je, kijk,
Je doet ook allemaal nuttige dingen. In het oude Egypte hadden ze geen geld. Maar het is gewoon verantwoordelijkheid. Wat zijn nuttige dingen? Ze hadden ook alle dingen die Bijbel hadden, alleen geen geld. Tot een zekere tijd. Alleen, ja, dat is op zichzelf. Blijft de ruilhandel, blijft hetzelfde. Ja. Mevrouw, ik heb een vraag, hè? Die misschien kunst en metafysiek kan verbinden. Hè? Kunst en metafysiek kan verbinden. Nou, mijn vraag volgt, als je die vormt, twee panelletters, Suzanne Oxenaar en meneer in de Zwarte Pak, gentleman, die twee die hebben een twee verschillende opvattingen om mee te gaan met ons wereld, ons universum. Suzanne probeert gewoon de hele simpele boel in haar handen te zetten. Ze worden wakker en ondernemen wat. Nou, en meneer Igor, die heeft een programma bedacht die waarschijnlijk zijn toekomst of zijn plek op het universum gaan bepalen. Nou, kort gezegd, mijn vraag is, wie van die twee heeft een directe bijdrage op onze maatschappij op kunst? En dat vind ik een hele moeilijk te beantwoorden vraag, maar misschien hebben de andere twee leden van ons panel daar wel een mening over. Nou, ik denk dat ze hier zelf even iets over moeten zeggen. Willen jullie dat gaan? Suzanne? Nog even een vraag? Nee, maar de vraag is, jullie twee hebben verschillende opvattingen van het bestaan. Van het bestaan, waar heb ik bestaan allemaal, maar van het universum, hoe het gaat. Nou, jij gewoon zet de boel, jij zet je leven. Zodra je wakker werd, probeer je iets te ondernemen om wat van te maken. Nee, ja. Nou, ik denk, het is eigenlijk net zoals met religie. Ik zou zelf niet zeggen van zo of zo. Het is meer zo dat ik mijn eigen realiteit heb en het op deze manier. En ik het eigenlijk alleen maar ontzettend, ja, ik kan het me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat andere mensen het op hun eigen manier doen. Ja, en ik denk dat het maakt niet uit welke manier. Zijn manier, jouw manier, jouw manier. Ja, ik denk dat er geen manier is. Nee, maar dat bedoel ik juist. Er is dus geen andere manier dan te doen wat je doet. Dat denk ik. Ja. Je dat toch voorbestemd. Als er geen andere manier is om te doen, dan komt er op neer. Ik stuur. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Nee, dat klopt. Maar kijk, wat ik probeer dus te zeggen. Ik was ook een mens van vrijwillig vroeger. Zei ik al. Maar als je niet anders kan doen dan je altijd doet. Ook denk je over vrijwillig. Dan er is geen vrijwillig. Dat probeer ik alleen maar te zeggen. Over de belangrijkste dingen in het leven heb je sowieso helemaal niks te vertellen. Wanneer je geboren wordt en wanneer je sterft. De rest is dan aan haar. Je kopje thee of een kopje koffie kiest. Maar dan is het gewoon één nutteloze bezigheid. Ja. Het leven is ook totaal nutteloos. Ik hoef ook niet meer terug te komen, dat weet ik ook. Nou, weer over tussen God, ik moet helemaal niet praten, dan kunnen we alles. Nee, maar dan kom je dus terecht bij een punt dat Suzanne maakt. Het maakt niet uit, het is geen klare bullshit. Nee, natuurlijk niet. Maar natuurlijk is het bullshit, omdat het een betekenis heeft. En dus ga je het maar leuk. Ja, maar bullshit is toch ook al betekenis geven aan? Nou, in de zin van, het maakt niet uit wat je doet. Doe je dingen. Want bullshit is. Maar wat dan ook heeft een negatieve lading. Daarom, ja, dat is wat jij daar geeft. Nou, negatief is ook goed. Ja, het is er. Nou. Maar negatief wordt altijd plus ook. Als je maar positief doet. Uiteindelijk is alles. Leegte wordt opgevuld. Dat maakt allemaal niet uit. Lullig, maar. Maar wat wil je nou? Het maakt allemaal niet uit. Ik sla je aan je gezicht. Dat is goed. In het grote geheel der dingen van maakt dat inderdaad niet uit. Het maakt wel uit voor degene die u slaat en door wie u geslagen maakt, maakt het wel uit. En degene die zich daarmee gaan bemoeien, hè, dan maakt het wel uit. Maar in het grote, in het grootste ganse maakt het geen moer uit natuurlijk. Ja, nee, dat ja, is helemaal niks te doen, want er is een vlindertje. Het vlindertje maakt ook niet uit. Dat allemaal zich in evenwicht houdt. Je weet alleen niet hoe dat zich in evenwicht houdt, maar dat maakt ook weer niet uit. Ik wil het een en ander graag centraal houden. Dus mij is er genoeg
alles is van elkaar afhankelijk. Ja, dankjewel. Meneer, u wilt wat vragen? Ik wil dat wel reageren, want mevrouw zegt inderdaad, als één individu een ander slaat, maakt het in het grote geheel misschien niet zoveel uit. Maar zelf wel. Maar wel als de helft van de wereldbevolking de andere helft slaat, ja, dan maakt het in het grote geheel alles uit. En wat is uw vraag precies? Dus wat wij doen wel degelijk effect heeft op hoe het gaat in de wereld. Ja, nou dat de waarde die we daar kennen wel degelijk zin heeft. Of dat het geen zinloze, nutteloze toestand is. Dat zou ik wel heel verdrietig vinden als het zo was. Dat het niet uitmaakte wat ik deed. Dat zou ik heel verdrietig vinden. Nee, daar ben ik het ook wel mee eens hoor. We komen nu ongeveer bij het nihilisme terecht. Ja. Dus, en ik denk dat we allemaal juist tegen dat nihilisme in moeten gaan en juist positief en creatief de wereld moeten benaderen. Ja, maar alles bestaat uit goed en kwaad. Ja, maar binnen de normen. Ja, precies. Dus nihilisme kan alleen maar bestaan wanneer je precies het tegenovergestelde doet, dat het dan bijna als nihilisme genoemd wordt. Door met kinklare onzin bezig te zijn, kinklare onzin te geven, en al diegenen die denken dat het niet gaat om kinklare onzin, dan is het alles behalve nihilisme. Maar het is alles is niet anders. Ja, maar daardoor weet je waar je waarde aan moet toekennen. Je hoeft nergens waar aan, het is aan jou. Het is jouw vrijheid. Nou, dat jij doen. Als ik het heel lelijk zie, dan weet ik wel, en ik zie iets heel moois, dan weet ik wel. Ja, maar hoe weet u dat iets lelijk is of niet lelijk is? Nee, dat zijn toch bepaalde normen die u mee hebt gekregen of niet mee hebt gekregen. Die maakt dat iets lelijk zijn of niet lelijk zijn. Natuurlijk wel. U leeft toch binnen een bepaalde cultuur. En binnen die bepaalde cultuur heb je bepaalde normen en waarden en normen, ook visuele normen gekregen. Die maakt dat je iets mooi vindt. En dat je iets anders heel burgerlijk vindt. Iets anders. Dat zijn allemaal, alles is relatief mevrouw, ook dat natuurlijk. Maar je blijft. Je kunt niet buiten je cultuur trainen. Je kunt niet buiten je cultuur. Ik maak mijn eigen sprookje in al die landen. Ja, natuurlijk, maar u leeft in een cultuur waar dat mogelijk is. De vrijheid van mening is toch onderdeel van de cultuur? Ja, natuurlijk. Maar niet vanuit de andere cultuur. Het is altijd overal zo. Ik zie hier dat dit onderwerp echt enorm tot ook discussie buiten het panel leidt. Uiteindelijk zijn we allemaal panel. Nou, inderdaad, misschien wel. Ik wil het daarom ook even hierbij laten en voorstellen dat we zo allemaal eventjes een drankje gaan halen en onderling nog even verder kunnen praten. Ik wil in ieder geval het panel heel erg hartelijk bedanken. Suzanne, Marianne, Igor en Thor, heel hartelijk bedankt. En we blijven ook nog even daar. Jullie krijgen nog een kleine attentie en dat komt later, want deze is vergeten. Maar dan houden jullie nog van hem te goed. Ik wil ook even, nog even toch even goed applaus voor de prachtige panel. Bedankt dat jullie allemaal gekomen zijn. Volgens mij krijgen we nu een beetje muziek. Geen rockmuziek. Wel? Oh, wel rockmuziek. Ja, dat is het.